Hallo en welkom terug bij deel 2 van Crusader No Remorse. Start. Nee, ik heb het spel duurt toch langer dan 30 minuten voor de eerste level. Dus ik denk, ik ga geen video van een uur maken, want het duurt gewoon te lang. We gaan terug. Oh shoot. Stop right there. Ik hoor weer een. Nou, dit is hier ook. Ja, oké. Okay. We hebben hem. We hebben hem. En het mag er misschien heel makkelijk uitzien, maar je zal zien zometeen. Moet je bijvoorbeeld over dat troep, maar dan moet je op hoverblades springen. Nou, hoe vaak ik dan al niet dood ga. Zo, dan heb ik even een beetje ruimte vrij. Ah, super. Ik ga niet verwachten dat mijn camera is. Oh, die is dichtbij. In dat ijs moet je niet gaan lopen, want dan word je bevroren. En dan spring je uit elkaar. $15, man. Ze betalen jullie wel slecht, hoor. $16, nou, kom op. Er moet hier ergens een schakelaar zitten dat je hem uit kan zetten. Yes. Oh shit, er is wat geploft. Ja, je. Even. Rennen. Oh, het is fijn. Stop right there. Nou, voor hetzelfde geldt voor het vuur. Dat daardoor verbrand je. Maar daar zit de schakelaar daar zo. Dus we moeten even kijken of we daar heen kunnen komen zonder te verbranden. En dat lukt. Dat was hem niet. Oh wel, oké. Okay. Die dingen moet je kapot maken, want die blaast jouw de troep in. En het gaat niet zo snel, maar als jij bijvoorbeeld hier zou staan, hier zou met die vergas vechten, op de ruzie, jij steeds meer naar de kant en dan... Bah! Ik spreek uit de ervaring. 19 credits. 20 credits. Oh shoot. Oh nee, dat is een rocket launcher. Nee. Ja, dat is maar laser. Geen alarm getriggerd. En niet denken dat je hier nou wel dit kapot kan maken. Nee, want je gaat ook backtracking doen. Dus voorzichtig, er staat een kist. Nu gaan we ook een beetje in. De rij komen dat. Booby traps aanwezig zijn. Thank you.
hoort dan een geluid, pioem, dat er iets uitgeschakeld wordt. Daarom, je moet ze altijd kapot maken. Ik zie een schakelaar in de schakelaar. Oh, dat is voor de lift. Een rode plaat. Oh, die ligt daarboven. Dat is makkelijk. You're fired. Turning your bitch into your teach. Nou, dan ben je ook niet vrolijk als je op een goede ochtend je computer aan zit en je bent ontslagen. Containment the fifth level with dangerous plutonium isotopes. Again, be careful where you step. Oh, dus dat wordt niet opgeruimd. Je moet gewoon maar uitkijken. Hé hey meneer, zeg hallo tegen mijn laser. Jij ook. En jij ook. Hebben jullie de boodschap naar de Orion ontvangen? Nee, ik doe dit niet. Nou, active. Oh, ik heb een hekel aan dit. Omdat die platen, weet je, als er iets ploft, je zakt er doorheen. Oh, dat gaat de hele level zo, ja. Ah, joepie. Leuk vooruitzicht. Nou, jongens, wat hebben jullie aan money bij jullie? 19. Oh, 25. Jij 20. 23, hey. Ik krijg hier allemaal een opslag in één. 25! Nou! Nou dan met die computers. Ik heb de kaart ook al, dus we kunnen weer naar beneden. Dank u. Wee! Ja, het is echt een spel dat. Als je van RPG houdt. Het is echt een fantastisch spel. Oh, snel. Oeh. Oh nee, we hebben een code nodig. Ik weet niet of als ik deze schakel omhaal of deze achtergrond open gaat of dat het ding begint te rollen. Maar één manier om erachter te komen. Ah, gelukkig. En ik denk als je dat ding opblaast, dat hij niet de deur openblaast. Yes. Oeh. Ah, die laser is zo veel sneller dan die. Dingen kapot te maken. En dan moet je crouchen. Dan kan je Maria secured. Yes. Yes. Ik mag er wel een rood pakje in hebben. Maar code rit is opgeheven. Heb jij een code voor me? Ja, 72. Oké. Okay. Nou, hier kunnen we nog niks doen, want oh, wacht, hier. Oh, we kunnen weleens goed gewoon Oh! Oeh! Mijn held is aangetast, dus laten we maar even een nieuwe doen. Zo, nee! Nee, ik ga er nou uit. Kom op. 25. Nou, weer 19. 20. 25. Ah, kom op nou. Ik moet niet naar het casino gaan. Onthoud, ga niet naar het casino. In het echte leven bedoel ik dan. Wat geheid, ik ben de pineut. Had ik nou een kaart gekregen? Want ik zit weer te lullen. You're not supposed to be here, ik weet het. 25. Ja!
Nee, je kan hier ook een blikje halen. Boom! Booby trip. Laten we even... Zo, ik ben weer vol. Ja, die energizers, die kom je me niet zo vaak tegen, helaas. Nee, wat was het nou? 962? Nou, dan kun je het proberen. Nee, niet alarm. Nee, is geen alarm. Nee, nee. Oh. Waarvoor kun je niet in die computer? Moet je echt naar omlopen. Yes. Oh nee, ik heb van deze heb ik iets anders gekregen. Hi. Doei. $2.70, dat was hem. $2.70. En denk niet dat dit, als je een nieuw spel begint, dat dit de code is, want die veranderen. De 2, de 7 en de 0. Acht, man. 19. Ja, je wordt niet snel rijk in dit spel. Daar hadden we een beetje geluk. Hier zit geen schakelaar binnen. Oh. Hallo. Daar wel. Hier ook. Oh, wauw. Hier zit niks meer. Ik hoor een camera. Vandaag ga ik door mijn eigen kogels. Ja, dat is niet erg. Want daar zit hier gewoon dus lekker makkelijk. Ja. Oh god, daar gaan we. Er mag niks poffen. Ben jij daarentegen wel? Yo.
Oh shit. Is dat voor een barrier? Nee. Oh, opschieten. Oh, die blijft aan staan. Oké. Okay. Nee, je hebt ze ook hier automatisch na een paar seconden. Oh, ik heb geen energie. Oh. Zo. Twintig. 21. Ik ga niet terug, want die platen zijn daar kapot. Dus laat dat maar liggen. En 10. Oké. Dan heb ik er hier nog één. Hoe kun jij mij door de muur zien? Het kan een trap zijn, maar het kan ook niet of geen. Nou, oké. Okay. Oh, ik kan een beetje. Oh ja, ik heb meer een energie nodig. Oh, wacht. Zo, vol. Oeh. Wees maar even held gaan doen. Security droid. Oeh. Ah, oh, daar heb je dat plateau. Dan moet je steeds spring, totdat je aan de overkant bent. Ik haat dat. Nee. Ik wil nog even een bommetje laten afgaan. Nee. Explosieve drankjes, echt. Oh, dat is mijn contact. Here's a security card to get you past level 3. Watch out on level 4, though. There are mechs patrolling beyond that point. Listen, you've got to tell Central that they've got to find someone else to handle the meetings. I am jeopardizing my cover being here with you like this. I'm just a scientist, and I'm afraid that people are getting suspicious back at the lab. Hurry! The guards are coming! Ik ga hem al doodschieten, maar je kunt hem niet doodschieten. Unauthorized. Zullen we eerst hierheen gaan? 9. Het is niet eens hoger, je komt op het level, hoe meer geld ze krijgen. Ik dacht het eerst wel, omdat die andere 25 en 21.
Maar het is nou weer terug naar 9 en zo. Niet 5. En hoe gaat het met jullie in deze coronatijd? Oeh, we kunnen teleporteren. Als dat nou zo slim is, dan is de andere kant op moeten gaan. Wacht, dit is level 1. Oh, shit! Nou, dat is gelukkig alleen maar een laser. Die kan me toen niet raken. Eerst even de kaart hem uitzetten. Zo. Dan blijven die beveiligingsagenten komen. En ik denk dat ik eerst dat het ronde ding dat kapot moet maken, omdat die onder een force field zit. Dus dan gaan we weer even mee. Spiderbom. En de spiderbom bestuur je door middel van je muis. Als je op U drukt, dan komt die vrij. En als je je muis omdraait, ik denk dat die onder een force field zit. Ja. Dus, nog eentje. Met guards is het een beetje moeilijk, want die schieten ze al gauw kapot. Ja, sorry meneer. Kaboom! Nee, hij is niet eens dood doorgegaan. Wat? Maar je hebt deze dus ook met bommen. Hé, hey, nog één. Hij is helemaal niet gelukt. Ah! Ja! Ah, sukkel. Work in progress, lief. Nou is hij. La 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 la. La 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 la. Zo, open. You're not supposed to be here. Nee, not here. Alsjeblieft. Oh, wow. Wow. Is dat met een laser? Oh, nee. Dat heeft mij held gekost, ja. Crap. Nee. Nee. Ja. Het is gewoon veruit mijn favoriete wapen. Ze doen niet veel damage, maar ik vind laser gewoon leuk. Hey, er zit hier iets achter die box. Ik had al een vermoeden, want er is voor de rest is er niks te zien hier. Oh, leuk. Die kunnen we niet meer openmaken. Nee. Goed, wat doen we hier dan eigenlijk? Nou ja, we hebben wel een turret gezien. Ik heb jullie laten zien wat je moet doen als er een force field is. Dan moet je altijd op zoek gaan naar zo'n rond ding. Het kan ook zijn dat het er 5 zijn of 6 zijn. Dat is heel verschillend. Had ik jou al geloot? Nee. 9. Jou zeker ook niet. Ah ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we hier. Nee. Ik weet niet of daar iets geploft is. Oh. Op tijd? Ja, net op tijd. Pew! Oh. Je kan het geen kwaad als er iets ploft. Het is gewoon beton. Oh. Get lost. Whew. Die hoort uit kapot maken, je weet nooit wat. Je hoort aan het geluid dat er iets stopt met werken, dus dat is altijd goed. Ah. Oh, watch the camera. Ah, die zat hier aan de muur. Die is al stuk. Uh-oh. Dissolved.
Dat is wat ik doe. Ja, invisible target. Oké. Doei. Nee. Kom op naar mij. Ah! Rood oog. Wat? Geen rood oog meer. Maar soms vallen ze niet op omdat ze in een poster verwerkt zijn. En pas wanneer je het gezien hebt, ben je, is het al te laat. Nog meer camera's, waar? Nou, vind me maar, want ik zie die camera niet. Oh, daar. We hebben een rode keycard nodig. Oh, ik zie hem al liggen. Ja hoor, als je... Zo, oké. Okay. Geen alarm afgegaan, dus dat is goed. Hier lag nog iemand. Die rokers. If you do. Oh, ik moet die. Oh, shoot. Wat? Er staat weer een oog. Ik doe niks, want ik hoor niks. Ding! Oh ja, het was goed. Level 2. En nog 2 minuten te gaan. Dus het, level 1 is al een driedelig ding. Nou, daar moet je op schieten. Zo. Dat vuur, dat heb ik uitgedaan. Wat wil dat ik hierop geschoten had? Man. Ah ja. Die ben ik nodig. Ik weet dat ik HP-packs heb, maar die gebruik ik zelden. Energy gebruik ik wel veel, omdat je die niet zo vaak tegenkomt, helaas. En ze droppen altijd wel HP-packs ook. Dus, ja. Als ik deze open draai, dan gaat deze branden. En het... Oh! It's motion detection. Hij gaat niet uit. Oh, dat is die. Wat deed deze dan? Dat is voor die. Dus die heeft 2. Ja. Wow.
Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei. Bedankt voor het kijken.